Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Vervoerd. En ik heb dus vandaag een nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend, bijna 12 uur. Ik ben al helemaal opgemaakt en gefliekt en al. Ik had vanochtend even een coaching in de ochtend. En daarna heb ik online les, maar ik vind het echt allemaal weer bullshit. Ik heb me helemaal opgemaakt, mijn haar geveund. Ik heb namelijk vandaag opnames van het Sinterklaasjournaal. En vandaag gaan we de intocht filmen. Dus we gaan echt met boten de plas op en zo. Super leuk. Maar dat is volgens mij over 2 uur. Dus ik ga nu een beetje mails beantwoorden. En ik begin echt blaasontstekend. Ik krijg echt vet kut. Dus ik ga even cranberry sap halen. En iets behalve nog cranberry pillen of zo. Dus dat ga ik even bij haar ophalen. Want ik haat het. En dat is een beetje mijn dag. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Vervoerd. En het is vandaag maandag. En ik was vanochtend best vroeg op. Ik heb zo meteen namelijk ik heb een eigen bedrijf met mijn school. Zijn we aan het opzetten en daar geven we social media trainingen. En zo meteen hebben we onze eerste proeftraining. En ik ga training geven samen met een ander meisje. Dus ik heb me gewoon even leuk aangekleed. Een beetje make-up op, lekker gedoucht. En we hebben er nu een beetje een meeting over. Dus ja, zometeen gaan we beginnen. De training gaat echt super lang duren. Denk echt 2 uur. Dus dat wordt wat. Nou, welkom terug allemaal van de pauze. Ik hoop dat jullie een beetje hebben nagedacht en weer nieuwe energie hebben voor de andere helft van de training. Nou, als eerst gaan we het hebben over hashtags. Oh my god, het is 2 uur. Ik ben echt helemaal gaar. Het was echt super, super chill. We hebben echt heel veel tips gehad en echt verbeterd. We gaan dus social media trainingen geven voor Instagram aan bedrijven. Dus heb jij een webshop of een bedrijf en heb jij behoefte aan een training? Let me know of kijk op @sociallearn. Het wordt echt, echt gaaf. Echt perfect. Ik ben echt onder de indruk van mezelf. En even wat eten. En ik heb ook net een pakketje binnengekregen van Isbury. Dat had ik gisteren besteld. Ik had natuurlijk die make-up tutorial online gezet. Van mijn daily make-up routine. En toen had iemand super lief als tip gegeven om een primer te gebruiken. Want zoals je ziet is bijvoorbeeld mijn make-up nu al best wel wat vettig of zo. En als je een primer gebruikt, laat het mooi zitten. Mooi effect. Blijft mooier. Nou, in ieder geval, ik gebruik zo nooit primers. En ze had mij eentje aangeraden die ze verkopen bij Easy Paris. Dus die heb ik meteen gekocht. Dus hij was iets van 14 euro. En het is van Be Creative Makeup Photo Perfection Primer. Dus ja, die ga ik voortaan gebruiken. Heel erg benieuwd naar. En volgens mij moet je hier dus helemaal niet zoveel van gebruiken. Het is inmiddels ook al 2:30. Ik had alleen vanochtend even een krentenbol. Dus ik heb ook even lekker lunch gemaakt. Ik heb een broodje met katerspek en mosterd. Echt een tip, dat is zo lekker. En een broodje met Tiroler ham, een soort rauwe ham. Heerlijk, dat gaat ook wel eten. En ik moet even iets online zetten. Verder heb ik vandaag niks te doen. Alleen vanavond opnames van het Sinterklaasjournaal. De laatste studio opnames. Dus daar heb ik echt zin in. En verder ga ik echt vandaag niks doen, want ik ben echt dood. Oké, guys, het is inmiddels alweer 4:15. Ik heb net de hele tijd de weekvlog geëdit. Er is ook een ander superleuk pakketje binnengekomen. Namelijk van Anna Luisa. En ik heb hier vaker een samenwerking mee gehad. En nu hebben we super leuke sieraden. Dus die ga ik uitpakken. Hij is via DHL binnengekomen. Ik hou echt van hun inpakmanier. Ze hebben dit leuke doosje. En daarin staat: smaller packaging, less waste, more love. Ik kreeg ook de opmerking om
dat het leuk is dat ik misschien een keer met een wat duurzamer bedrijf samenwerk. Want ik werk natuurlijk ook soms met Shein of Savool. En dat is natuurlijk echt alles behalve goed voor het milieu. Ja, ik was heel erg positief de eerste keer met deze samenwerking. Vooral met het doel wat ze ook achter hun bedrijf hebben. Dus daarom vond ik het zo leuk om te promoten. Nou, er staat bijvoorbeeld al dat deze doos 100% van recycled papier is. Ze hebben natuurlijk wel een plastic verpakking, maar dit is ook allemaal niet in plastic verpakt. Dus love that. Verder hebben ze echt goede kwaliteit sieraden. Ik heb natuurlijk eerder getest, want ik ken het bedrijf al. En ze hebben dit ook echt voor een goede prijs-kwaliteit verhouding. Ze beginnen vanaf de 39 euro. En ja, dit loopt op. Ligt er natuurlijk maar net aan wat je hebt. En ze gebruiken alleen maar recyclebare metalen. Dus al hun sieraden zijn van gerecycled metaal. Dus echt hoe milieuvriendelijker wil je het hebben. Oké, ik heb dus 3 super leuke sieraden mogen ontvangen. Elke sieraad komt in zo'n leuk zakje. Echt cute. Ik ben benieuwd. Eerste product. Oh, the cap. I love it. Zijn deze Hoops Ring oorbellen. En dit zie je de laatste tijd heel veel. En I love it. Echt, I love it. Ik vind het zo leuk. Ik heb er zelf nog helemaal geen één. Voordat ik begin met de sieraden laten zien, wil ik jullie vertellen waar die samenwerking voor is. Dit is namelijk voor hun Black Friday. We hebben een hele grote Black Friday sale, zoals elk ander bedrijf. Dus ik zal een link in de beschrijving zetten van hun collectie. En dan zien jullie op de site alle Black Friday deals. Dus nu echt geen betere tijd om te shoppen, omdat het natuurlijk wat duurdere sieraden zijn. Maar nu kan je ze dus met meer korting krijgen. Oh my god, I love this, jongens. Kijk hoe leuk. Ik heb het gecombineerd met de XO en de Diamond Linked Earcuff van mijn eigen sieradencollectie bij Labella. De perfecte size ring. Ik ga hem aan de andere kant ook in doen. Het volgende is... Oh, een heel leuk armbandje. Echt heel leuk. Een heel mooi subtiel armbandje. Het zit een soort... in elkaar gevlochten, denk ik. Ook super leuk kaartje met een quote. En deze is verstelbaar op jouw eigen maat. En hier hebben ze hun eigen labeltje eraan. Heel schattig armbandje. Ik ga deze hierbij omdoen bij mijn andere armbandjes en mijn horloge. Oké, ik heb hem bij mezelf omgekregen. Het past er gewoon helemaal bij. Heel erg leuk. En hij is dus verstelbaar. Dus hij kan voor iedereen, voor elke pols. En dan als laatst heb ik een hele leuke ring. Oh my god, deze is zo leuk. Kijk hoe leuk, jongens. Ik hou de laatste tijd echt heel erg van ringen. Zoals je kan zien. Deze ringen komen allemaal in mijn eigen nieuwe collectie. Die trouwens nu online staan. Ik heb ook een eigen nieuwe collectie online. Check mijn Insta, want daar staat het sowieso. Hij zit nu hier. Heel erg leuk. Ik ben er echt heel blij mee. Echt gewoon 3 super leuke sieraden. Vergeet zeker niet de link in de beschrijving te kijken als je benieuwd bent. En als je ook iets aan het milieu wil doen. Support Anna Luisa. Want ze zijn heel goed bezig. Het is bijna 7 uur heb ik opgehaald. Voor de opdracht van het Sinterklaasjournaal. Dus ja, ik kan echt elk moment opgehaald worden. En ik heb ook even opnieuw opgemaakt. En ik heb dit aan. Oh, ik heb Sinterklaas. Ho, ho. En... Allemaal, leuk dat je kijkt bij het Nieuwkoop Sinterklaasjournaal. Ik ben Sarah Verwoerd. Het is niet goed, hè? Nee. Niet goed? Wat moet ik eigenlijk zeggen? Ik ben begonnen, maar ik weet niet eens. Zat er helemaal in, zei jij, toch? Dat is wel hele erg. Je ziet zeg maar alleen je oogbal nu. Dan kijk je het filmpje even terug dan. Oh, ja. Gelukkig zijn de Pieten net zo enthousiast over me. Over me nee! Gelukkig zijn de Pieten enthousiast over mijn idee! Nu dus. Oké, komt ie aan, we gaan het even rocken. Nu de goedkeuring van Sint nog. Maar, eerst gaan we kijken naar... de TikTok. Tiki-taki. En 3, 2, 1. Kijken jullie mee?
Sinterklaasjournaal met Jorrit. Weer een andere outfit. Het Sinterklaasjournaal met Jorrit Beugeling. Hallo allemaal, ik ben Sarah Verwoerd. Leuk dat jullie kijken. Zul ik nou weer verlul gezet? Ja, nee. Wat is dit? En bij de uittocht. Dan ben ik bij Piethuis, aflevering 7:1 daar ben ik geweest. Aandacht. Tom. En dan ben ik bij het gemeentehuis. Ja. Dus. Ja. Wat wil je dan? Dan ben ik klaar. Nee, je bent 23 nog. Wat moet ik daar doen dan? Right, ik ben weer thuis. Het is al bijna 11:45. Mega lang gefilmd, maar het is zo gezellig. Echt. Ik lag me helemaal kapot tijdens die opnames. Het is zo'n gezellig team. I love it. Dit waren de laatste studio-opnames alweer. Echt jammer eigenlijk dat het voorbij is. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik ga nu naar school. Het is bijna 10:30. 12:00 op school zijn. Ik ga eerst even wat koffie drinken en dan ga ik onderweg. Ik ga vandaag met mijn groepje afspreken voor ons bedrijf. En daarna ga ik een workshop volgen op school over videoproductie. Want we hadden fysieke workshops. Superleuk. Daarna in de avond ga ik naar mijn vriend en daar blijf ik slapen. Ik heb echt heel erg dikke make-up op, maar daar had ik gewoon zin in. Het is nu 11:00. Ik heb een lage strakke staart in. Dat heb ik normaal nooit. Omdat ik dus voorplukjes heb. Maar ik vind het best wel leuk staan. Maar ik ga het niet inhouden. Ik ga maar alsnog los doen. Ik heb nog mijn outfit helemaal niet verteld. Ik heb een ketting om van mijn eigen sieraden. Ja, armbanden. Staat online. Link in de beschrijving. Jasje van Shein. Top van Chiquelle. Broek van Concrete Fashion, tas van Zavool en laarsjes ook van Concrete Fashion. En ik ga nu naar de bushalte met mijn scooter. Dus ik heb echt veel make-up op. Yay. Oh my god, jongens. Het is alweer woensdag. I feel so bad. Ik heb echt lang niet gevlogd. Het spijt me zo erg. Ik ben zo slecht bezig en ik voel me echt kut nu. Wat het probleem dus is dat ik gisteren de hele dag op school heb gezeten. Keihard aan mijn bedrijf gewerkt. Ik heb het gewoon echt heel druk. En met YouTube en met school. En daarnaast nog een eigen bedrijf wat natuurlijk wel met school te maken heeft. Maar ja, ik moet daarnaast gewoon, heb ik ook gewoon nog andere vakken. Dus het is gewoon echt heel druk. Het spijt me dat ik echt zo slecht heb gevlogd. Ik probeer echt mijn best te doen, want ik vind het echt gewoon heel leuk. Gisteren tot de hele dag op school zaten tot 5:00. Daarna meteen door snel naar huis. Daarna heb ik snel mijn spullen gepakt. En ik zou bij mijn vriend gaan eten. Dus daarheen gegaan. Gisteravond gewoon echt gewoon even niks gedaan. Want ik was echt doodmoe van de dag. Echt, het slurpt zoveel energie als je gewoon 24/7 bezig bent met je bedrijf. En met mijn eigen bedrijf, met YouTube en zo, en mails. En toen vandaag had ik in de ochtend de hele dag weer school, online les en meetings. En ik zie er niet uit gewoon. Ik heb gewoon niet eens tijd gehad om make-up op te doen. Dus ik ben echt gewoon mega druk geweest. I am so freaking sorry. Morgenochtend heb ik ook weer een hele ochtend een training dat ik ga geven. En daarna heb ik les. Daarna moet ik weer werken. En vrijdag moet ik ook de hele dag werken. Dus ja, ik weet nog dat. Ja, ik weet gewoon dat jullie altijd de vlogs kijken. Whatever ik doe. Jullie vinden het gewoon leuk om te zien. En hoe ik mijn week doe. En weet je, ik heb ook gewoon een trui en een sportlegging aan en het is gewoon one mess. My life is a whole big mess. Ik heb net de weekvlog ingepland, dus dat staat allemaal online. Dat is echt gewoon meteen een zorgen en last van mijn schouders. Dus die vlog gewoon online staat. Gelukkig heb ik vorige week ook al een extra video gefilmd met Denise Kroes mukbang, dus die kan lekker zaterdag online. De keuken van ons huis echt steeds leuker. Dit is nu helemaal zwart geverfd. Het was eerst van hout. Hier komen hele mooie gouden met zwarte tegels. Hier komt een leuke plank. Hier komen nog andere lampen. Dus ja, hier hebben we gewoon ons ja, kantoor, office-achtige ding. Buiten is het echt super mooi weer. Het is echt zo'n mooie herfstdag. Maar ik ga me dus even opmaken voor werk zo. En laat even in de comments weten of je dit echt haat. Dat je dan denkt van vlog dan gewoon beter niet ofzo. Of ja, nee, ik ga sowieso niet stoppen met vloggen, dat vind ik wel leuk. Maar ja, wat vinden jullie ervan? Misschien zeggen jullie wel gewoon van, nee joh, het is helemaal niks aan de hand. Of
Okay, ik heb me een beetje opgemaakt. De vlog staat ook online en helemaal top. Het is echt zo'n mooie dag. I love it. Maar Isabel komt ze ophalen. We moeten dus werken allebei. En ik heb ook even mijn lenzen ingedaan. Anders kon ik geen scheids zien met werk. En ik ga nu even een koffietje drinken met mijn mamsie. Nou, Isabel heeft heel mooi het autootje ingeparkeerd. Dat is niet normaal. Zo, wij gaan even werken. Het is inmiddels alweer 11:30. Ik heb echt de hele avond nog aan school gezeten. Vet goed. Maar ik ben zo moe. Ik ga lekker naar bed toe. Morgenochtend heb ik vroeg een training weer. Dus ik moet ook mijn bed gewoon weer uit. Dus ik ga nu lekker slapen. Allemaal, het is vandaag donderdag. Het is bijna 10:00. Ik heb zo meteen een training van school. Het duurt ongeveer 2:00. Dus daar ben ik wel even mee bezig. En daarna ga ik denk video's editen. En vanavond moet ik weer werken. Nou jongens, de training is voorbij. Ik ben echt kapot. Ik heb lekker broodje met een eitje gemaakt. En ik ga een beetje op mijn laptop wat dingetjes doen. Het is echt belachelijk. Het is inmiddels al 3:00. En ik ben net onder de douche vandaan. Even opgemaakt. Outfitje aan. En ik ga nu de video editen. Er kwamen heel veel pakketjes binnen. Ik ga eventjes kijken wat het is. Sowieso zag ik dat het als je in pakketten waren. Dus daar komt een shoplog of course van online. En verder zijn het volgens mij 2 pakketjes van Wardens. Daar heb ik wel vaker mee samengewerkt. Maar nog niet alles is binnen. Dus dan ga ik natuurlijk nog niet uitpakken. Pas als alles binnen is. Het is inmiddels alweer bijna 16:30. Ik heb nog even video geëdit. Oeh, en ik moet nu naar mijn werk toe. Echt zo geen zin. Maar donderdag is het altijd vet rustig. Dus dat scheelt. Zullen we net zien dat vandaag tering druk is. Weet ik nu al. Ik ben letterlijk alleen maar bezig achter mijn laptop. Ik heb de hele avond geëdit. Video van Sinterklaasjournaal staat ingepland. En de video van mijn eigen kanaal zaterdag staat online. Ingepland voor jullie wel online. Sushi mukbang met Denise Kroes. Ik wilde eigenlijk nog lekker in bad gaan en een maskertje opdoen. Maar het is alweer 11:00. Dus ik denk dat ik nu maar mijn bed in ga. Want ik ben doodmoe. Ik weet gewoon even niet wat ik kan doen om deze week vlog leuker te maken. Maar het is gewoon heel saai deze week. Okay, het is inmiddels 11:30. Ik ga zo mijn make-up afhalen. Ik heb eigenlijk bijna geen make-up op. Ik heb alleen een beetje mascara op en concealer. We gaan het hebben over deze weekvlog. Ik weet niet zo goed wat ik ervoor moet vinden. Ik heb natuurlijk ook nog niet geëdit, dus ik vergeet ook altijd wat ik vlog. Omdat ik natuurlijk gewoon elke dag er vlog. Maar ik voel me er gewoon een beetje kut over. Want ik voel me sowieso gewoon even helemaal kut. Want ik heb gewoon zoveel aan mijn hoofd. En ik heb natuurlijk gewoon dat eigen bedrijf met mijn schoolopdracht. En het is echt heel leuk. Maar het is echt heel veel werk ook. En ja, er zit heel veel focus daarop. En ik heb het heel druk op mijn werk. Zeg maar bij de apotheek. Want eigenlijk de 2 degenen die een beetje de leiding hebben daar. Hebben allebei in quarantaine door corona. En daar is stress. En overal is stress. En is het druk. En ik heb soms echt het gevoel. Dat is heel stom dat ik dat doe. Maar dan ga ik me heel erg vergelijken met andere mensen. En dan voel ik me zo kut. Dat ik denk, oh, die hebben zo leuke video's. Zo leuke content. Of die doet zo leuk zo. Je moet natuurlijk gewoon jezelf blijven. Je moet gewoon jouw stijl aanhouden sowieso. En natuurlijk moet je jezelf beteren. Maar ik heb soms het gevoel van, ja, vinden mensen het wel leuk hoe ik het doe? Doe ik het wel goed genoeg? En ja, ik zit daar echt heel erg mee de laatste tijd van, doe ik het wel leuk? Ja, doe ik het wel goed genoeg? Ik ben heel onzeker over, zo merk ik. En dan, weet je, de views gaan gewoon goed. En ja, ik weet niet. Ik heb gewoon even zo'n onzekere gedachte. En ik hou helemaal niet van die negatieve gedachten. Want als ik daaraan ga vasthouden, dan gaat het op een gegeven moment ook niet goed. Natuurlijk, het komt ook wel goed. En het week van mezelf. En morgen is weer een nieuwe dag. Ga ik er weer lekker positief op staan. En morgen komt nog een paar laatste dingen regelen voor mijn nieuwe collectie van Labella. Hele collectie komt eraan. Die staat nu al online. Dus wil je de
collectie zien. Check it out. Dus dat zijn allemaal hele leuke dingen waar ik mee bezig ben. En Sinterklaas Chanel is heel leuk. Is er bijna afgelopen, maar super leuk om te doen. Hele leuke ervaring. En het, weet je wat ik gewoon... Het is gewoon alles wat ik doe is heel leuk. Maar het is gewoon heel veel, merk ik. Ik merk dat heel veel de energie van me wegslurpt. Ik vind ook dat mijn vlog gewoon ruimte heeft voor dit soort momenten. En dat het niet allemaal leuk is van... lekker uit eten met de girls en weet ik dat allemaal. En dat hoort natuurlijk ook bij. Maar ja, gewoon echt zo mijn gedachten uit te vinden best wel fijn of zo. En, maar om soms gewoon iets persoonlijker op in te gaan, weet je, is ook niet erg. En misschien verklaart dat ook een beetje waarom de weekvlog van zo is. Het is gewoon heel druk. Kaljank. Ik laat het niet heel vaak zien, maar ik ben echt een heel gevoelig mens. Heel lang lulverhaal. Ik hoop dat jullie dit niet... saai vond of zo. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik had eigenlijk om 9 uur afgesproken met Isabel en Indy. Want we gaan voor mijn collectie zitten en foto's maken nog. Maar mevrouw had sinds weer verslapen en het is nu 9 uur. Dus ik ben iets later. Nou, het is 9:09. Ik heb het heel snel gedaan. Pardon mezelf. Ik ga naar Isabel nu. Dus dan ben ik een kwartiertje te laat. Dus niks aan de hand. Nou, het is inmiddels alweer 10:30. Ik helemaal stress dat ik hier op tijd moet zijn. Mevrouw was nog lang niet klaar zelf. Nee. Maar ik ben Indy. Hoi. We gaan nu foto's maken. Dus we gaan even naar een plek om leuke foto's te maken voor de collectie. Nou, we zijn nu in Alphen aan de Rijn. En we zijn foto's aan het maken voor de tweede deel van Sarah collectie met Labella. Ik mag niet bewegen, please wel. Nee. Kijken. Oh, het wordt echt leuk. Dat is toch goed? Kijk, gewoon weer zo. Zie je de ringen? Ja. Oké, guys, we zijn klaar met de shoot. Wat was het koud? Echt, mijn vingers liggen eraf en meteen liggen eraf. Het is zo koud, maar we hebben wel leuke foto's. En ja, 3 keer raden wat we gaan doen. Ik durf niet te zeggen. McDonald's. McDonald's. Altijd. Ja, maar het is gewoon veel te lekker om te laten. En we zijn nu toch in Alphen, we zijn toch dichtbij. Dus. En verder, ik moest hem meteen door naar mijn werk, dus verder kan ik vandaag ook niet echt meer eten. Hi. Ja. Ik heb lekker een Big Mac menu. Jij hebt een kip nuggets. Ja. En jij hebt een McChicken menu. Een 9 McNuggets menu. En ik wil ook een McChicken menu, medium. Ja, ook met frietsaus. Ja, ook frietsaus en dan een Fanta. Ja. En een Big Mac menu. Ja, ook medium. Ook medium met frietsaus. Iced tea? Ja. En een iced tea. McDonald's. Oké, we gaan even een mini mukbangetje doen. Die rietjes van McDonald's is echt helemaal kut, want ja. De eerste minuut heb je er zeg maar wat aan, maar na 2 minuten dan is het al helemaal zacht. Ja. Nee, ja, maar gaan ook nog die snoep doen, hè? Ben ik zo gezond aan het eten? Ben je gezond aan het eten? Ja. Ja. Zin in. Ik ben al zo lang in de mekje geweest. Ik wel. Vorige week nog. Gisteren nog. Gisteren? Ja, weet je nog? We gingen facetimen. Oh ja. Ik vorige week met jou met Sylvana en zo. Oh ja. Dat was ook alweer precies een week geleden. Oh ja. Eet smakelijk. Eet je altijd eerst je... Ja, toen ging Silder haar verven. Toen ging je de ochtend foto's maken. Oh ja. Zo leuk jongens, de collectie staat nu online. Voor jullie al. Staat al een paar dagen online. Echt zo leuk. Zo hard eraan gewerkt hè, dat het dan eindelijk online staat. Ja. Ik kan die saus wel drinken. Ja. Grappig. Jij houdt niet van die saus hè? Nee, nou wel. Ik vind het op zich wel lekker, maar ik vind normale mayo gewoon beter. Nou. Ja, dat hoort gewoon bij de Mac. Ja, dit is echt de Mac saus. Eerst, oh, waar is mijn sausje? Daar. Oh ja. Ik hou van hem eerst de friet te eten, want ik hou zijn ze nog lekker warm. Mengen. Oh.
Ik ging pas van onze video terugkijken, Is. Welke? Nummer maar, person in front of us die schrijft over iets. Bij 100 keer. Het is al meer dan een jaar geleden. Nee. Begin oktober hebben we dat gefilmd. Nou, dat kan ik niet. Ik ga nog in mijn auto rijden. Ja. Ik had mijn rijbewijs nog niet. Ja. Heel anders zagen we eruit. Echt baby. Ja? Ik ook. Ja. Jij ook wel hoor. Ik al helemaal. Ja. Ik weet nog dat jij heel lang haar had, Is. Ja. Eigenlijk heel lang. Heel lang haar. Maar ik had heel bruin haar nog toen. Ja. En ook korter. Nee. Wel. Het was niet kort, het was heel lang juist aan de voorkant. Ja, maar hier. Dit is langer. Nou. Dan zo'n gare bestelling. Nou, 3 patat. 3 grote patat. 1 veggie nuggets. En een chidrans. Ja. En wij werden zo boos daarom. Want we hadden echt gehoopt op 3 vette burgers. Ja. En toen ging iedereen haat op ons van ja. Die lopen alleen maar te zeiken van wie bestelt er nou? Ja. 3 friet. 3 friet. Nou. En wel echt leuk als challenge om te doen. Ja. Moet je ook een keer doen in? Ja. Nee, maar de prijs is bijna leeg. Oh nee. We hebben het ook een keer gehad tijdens de Mid-Man. Zo kut. Zo, kun je zien? Zo, morgen Loeros. Loeros. Ja. Ik ga van een burger beginnen. Ik heb het zo lekker uit. Ik kan ervan dromen gewoon. Mensen willen denken, hoe vaak eet je dan niet mekken? Ook die mukbang, zoveel eten. Dat denken ze ook. Ze denken altijd van, hoe kan je er niet 20 kilo zwaarder uitzien? Want het komt omdat we door de week wel gewoon veel op zich wel. Ja, onze bouw is ook niet echt per se dik, maar hoe zijn we zijn dikker dan jullie denken. Ja, we zijn dikker dan je denkt. Ik heb echt wel een vetrol. Ik heb ook een aardige vetrol. Ik wil helemaal. Maar als je mij ziet lopen, denk ik niet van. Maar door, zeg maar, als we buiten de mukbang en mijn don is om, eet ik het nooit. Eet ik gewoon normaal. Nee. Ja, ik ook. Nou, ik heb ook wel, mijn bouw is wel iets breder als de meeste meiden. Ja, maar dat heb je van je moeder. Ja, mijn moeder heeft gewoon hele brede heupen. Ja. Ik heb dat ook. Ik heb ook brede heupen. Maar daardoor van wie? Ook. Van wie? Van mijn oma. Dus dan oog je ook meteen al wat. Ja. Ja. Hoe lekker is dit? Die saus. Lekker die? Ja, heel lekker. Wil je een hapje? Nee. Nee? Nee. Dus wist je nog dat we werden gefixt hier? Ja. Weet je een van mijn vader. Het was een vader, hij had al kinderen. Weet je nog dat Noah de raam er gewoon uitklapt? Ja. Echt? Ja. Daar zit toch bij? Nee, we waren met z'n drieën. Ja, Noah? Je raam naar beneden van omhoog en toen barstte hij een miljoen stukjes. Ja. Oh, dat weet ik nog, die foto. Ja. Jeetje. We waren echt in shock toen. Ja. En toen moest je zonder raam dan terugrijden. Mm-hmm. Ja. Ik zag hem al zo vastlopen en toen ineens brak hij. Je hoorde al een tik en opeens was het boom in 100 stukjes. Niet normaal. Ik had echt een trauma aan. Ja. Maar de apotheek doen die ramen soms ook niet goed, ben ik ook bang. Die raam bij de nieuwkoopauto, nou, die gaat ineens omlaag. Dat komt door mij. Ik kreeg gewoon bij de langere die auto ingedeukt. Oh ja. Bij de langere auto heb ik dat ook een keer gehad. Toen ben ik helemaal naar huis gereden en toen deed ik langer haar. Was bij het oude kerk. Was je raam kapot toen? Nou, en toen wilde ik me omhoog kijken. Ik met mijn moeder er aan trekken, maar ik kwam er maar niet uit. Oh. En die auto's. Ik ben helemaal natuurlijk. Ja. Ah, ik heb het gewoon alweer bijna op. Ik ook. Hoe lang eten we nou? 7 minuten 8. Ja, ik heb het ook al bijna op. Ik krijg mijn honger. Oh man. Nou, ik ben je pizza mee bang, want ik had ik me op. Of was zij nog maar op de helft? Hè?
eten wij dan zo snel? Ja. Ik zit nog niet eens op de helft. Nee. Wij eten heel snel, want Bo en ik hadden ook fucking grote McDonald's bestelling. Mm. En het was letterlijk, gewoon, we zaten hem ineens vol en het was allemaal op. We hadden gewoon anderhalve burger, cup nuggets, friet, alle... Nou. Maar jullie nemen ook grotere happen dan ik. Denk. Ja. Ik heb alles op. Nee. Ja. Die is gewoon stuk. Het is toch gewoon erg dat een menu eigenlijk gewoon eigenlijk een avondeten is, maar je hebt het zo op. Ja, ik eet vandaag 2 avondeten, daarom word ik dik. Ja. Nou ja, het leven is gewoon zo. We gaan sporten met z'n drieën trouwens. Ja. We gaan sporten. We gaan ook filmen. Ja, we gaan echt die fit girls uithangen. Iemand gaat ons helpen. En die gaat ons helemaal helpen met sporten. Ja, want ik snap dat niet. Pardon. Ik snap daar echt graag niks van. Ik ook niet. Altijd als ik in de sportschool loop, dan denk ik, wat doe ik? Ja, dan ben ik echt bang dat mensen me aankijken van wat doe jij? En ja. Na een half uur ben ik er al klaar mee. Ja. Nee, ik heb wel, als ik eenmaal bezig ben, dan kan ik wel lang doorgaan. Maar ik om niet. Daar ik heb heen te echt, gaan. Ik heb gewoon echt iemand nodig die het goed kan, waardoor ik dan... Waardoor je nuttig voelt. Ja. Ja. Wij doen het ook maar wat. Wij een beetje roeien, een beetje traplopen. Ja, een beetje gezellig kletsen. Traplopen vind ik chill. Nou, ik vind het niet chill. Nee. Nou, ik heb echt, dan voel ik echt mijn benen. Oh. Hoe lang doe je dat dan? Nou, toen de tijd dat ik echt veel sportte, toen deed ik dat eerst een kwartier en dat was mijn warming up. Nee. Oh mijn god. Ik ben na 6 minuten helemaal uitgespeeld. Ja? 6 minuten, Anna. Ik kom echt oprapen. Ja. Echt opvegen. Nou, ik zou dat nu ook niet meer kunnen, maar toen was ik echt fit. Want toen ging ik echt 1,5 jaar lang elke dag of zo. Echt? Mm. Was je zo fit? Ja, blijkbaar. Mm. Ik ga zo stuk het echt van af. Ja, ik heb het al helemaal op. Vind je de lekkerste burger? Mm-hmm. Ik denk de Big Mac en de, die heb ik laatst op met Sil. Welke was dat? Oh, Big Tasty. Big Tasty. Dat is echt gewoon een echte hamburger met sla, tomaat. Gewoon echt als je thuis ook een hamburger maakt. Ja. Ik Big Mac of iets met zo'n crispy chicken of zo. Ik heb nu McChicken op, vind ik ook wel heel lekker. Ja. Maar best wel simpel. Mm-hmm. Dat wel. Alright, ik ben nu thuis. Ik heb het zo koud. Dus ik denk dat ik even zo onder de douche spring en mezelf een beetje ga opwarmen. Dan lekker warme kleding aantrekken en dan ga ik sneller naar werk. Ik heb ook een fucking koud buiktopje aan. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal leuk voor de foto's. Foto's zijn by the way wel heel leuk geworden. Ik kan niet wachten tot de collectie uit is. Hier heb ik alvast een sneak peek. Dit is heel erg leuk. Ik heb deze oorbellen in. Die zijn ook van de collectie. I like it. Oké, het is inmiddels 2 uur. Ik ga nu naar mijn werk toe. En ik ben lekker ingepakt. Dikke trui. Lekkere dikke jas. Ik heb een warme legging aan. Daar binnen is het nog warm. Mijn ups. Ik heb het zo koud, jongens. Ik ben echt koukleun. En ik ga nog lekker deze dikke jas aan doen. En dan ga ik op de scooter. Ik moet de hele dag werken. Morgenmaand is vandaag zaterdag. Het is inmiddels bijna 12 uur. Ik ga nu naar mijn oma en mijn broer en zijn neefje. Zijn neefje is kind. Komen gezellig weer langs. Dus we gaan even langs mijn oma. Super gezellig. En ja, echt zin om hem weer te zien. En gaan we even koffie drinken bij mijn oma. Verder heb ik nog niet echt plannen vandaag. Verder heb ik dit topje aan van Savoel. Deze broek. Van de... Nee, niet de Bershka, van H&M. Ik krijg altijd heel veel vragen over deze broek. Maar deze is van H&M, maar ik denk dat hij niet meer te koop is, want ik heb hem echt al best wel lang. Zo, het is inmiddels avond. Isabel is ook bij mij. En dat is zelf bij mij gegeten. Ja, lekker. We gaan ons nu opmaken en flieken. En dan gaan we... Komt zo meteen Nina nog andere vrienden in. Dan gaan we hier even gezellig wat drinken. En dan misschien nog vanavond naar vrienden. Ik hoop het wel. Ik
Het is inmiddels maandag. Ik heb gisteren niet gevlogd, want ik was gisteren echt heel erg ziek. Van de drank. Ik weet niet, maar ik ben het gewoon zo niet meer gewend om te drinken. En ik had niet eens heel veel op. Maar op een gegeven moment ging ik een soort dobbelspel doen en toen ging het helemaal fout. Dus toen ben ik echt om 2-3 uur naar huis gegaan. En in ieder geval, ik was bij naar mijn vriend gegaan en... toen was ik echt gisteren de hele dag gewoon niet aanspreekbaar. Maar dat was gisteren. Ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet op mij te abonneren en een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Dit is @saravervoerd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. I love you guys. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!